De Koningin Elisabethzaal is een polyvalente concertzaal die vooral ontwikkeld is voor akoestische muziek. Wij zijn een symfonisch orkest, dus dat betekent dat wij bijna elke week een concert geven met minstens 80 muzikanten die zonder versterking spelen. En de zaal is eigenlijk ons grootste instrument, want deze zorgt ook voor een versterking eigenlijk van het geluid van al die 80 muzikanten die samenspelen. En wij kunnen hier tot 2000 mensen ontvangen die allemaal heel helder, heel duidelijk de muziek kunnen horen. Onze kantoren die zitten hier juist achter in de backstage van de Koningin Elisabethzaal. En daar ontvangen wij ook onze muzikanten. Die moeten daar repeteren, die hebben inspeelruimtes. Dus akoestiek is voor ons als bedrijf heel belangrijk. Niet enkel in de zaal, maar ook in onze kantoren. En wij hebben dan ook in onze kantoren zelf proberen wij ook die uiterst verfijnde akoestiek na te streven. Ik denk dat een investering in akoestiek heel belangrijk is. Het lijkt niet altijd nodig, maar eens dat het er is, eens dat die investering is gedaan, dan merk je heel erg het verschil en maak je ook een veel fijnere werkomgeving voor je collega's en ook voor die muzikanten die dat heel belangrijk vinden in ons geval. Wij hebben hier bij Antwerp Symphony Orchestra ervoor gezorgd dat de kantoren, dus de achterliggende kantoren, volledig goed akoestisch behandeld werden. Dat is dus enerzijds de kantoor van de marketingafdeling, hebben we een aantal akoestische schermen geplaatst, die dat dus de bureaus goed werkbaar houden voor de mensen hier in de kantoren. Ook de artiestenfoyer hebben we goed hier onder handen genomen, om te zien dat er hier heel veel mensen tegelijkertijd, de artiesten, hun lunchpauze nemen of andere taken hier komen voorzien. Dat heeft hier ook gedaan. En we hebben ook nog een slagwerklokaal hier ook onder handen genomen, waar uiteraard ook het geluid in moest gedempt worden. Dus de akoestische performantie wordt eigenlijk gegarandeerd doordat we op basis van een startsituatie steeds een akoestische simulatie maken op voorhand. Heeft uiteraard ook als nut dat we exact kunnen weten of simuleren wat de benodigde absorptie is in die ruimte, zodat we ook niet te veel materiaal gaan plaatsen, maar ook niet te weinig. Dus daardoor kunnen we eigenlijk, doordat we steeds ervan uitgaan dat we dus die akoestische simulatie doen, op voorhand dat we steeds de benodigde materialen hebben. En zoals ook in het contract voorzien is, gaan we elk jaar dus samen met de klant zitten om enerzijds de materialen te gaan inspecteren, of dat ze nog goed vasthangen en zo verder, dat alles nog naar wens is. En anderzijds ook de noden gaan vastleggen voor de komende jaren, waarna we dus ook steeds een akoestische simulatie eventueel opnieuw jaar na jaar kunnen maken voor het komende jaar. Het Acoustics as a Service model dat wij aanbieden is in feite echt een volledige ontzorging van de klant gedurende dus die 5 jaar, de looptijd van het contract. Want het is zo dat bijvoorbeeld een klant enerzijds in een ruimte bijvoorbeeld een IT-afdeling heeft gestationeerd, maar na 2 of 3 jaar komt er een nieuwe dienst die werken, bijvoorbeeld een marketingafdeling. Daar heeft een volledige andere akoestiek nodig. En dus met dit contract gaan we dus eigenlijk elk jaar terug opnieuw samen met de klant gaan kijken wat zijn uw noden voor het komende jaar en kunnen we eventueel aanpassingen doen in het contract dat al mee zijn opgenomen. Dus in feite is het zo dat de klant volledig ontzorgd wordt op die manier dat hij steeds de passende akoestiek heeft voor zijn ruimtes dat hij dan akoestisch wenst te behandelen. Organisaties die als een service model wensen te integreren, moeten rekening houden met vanuit welk standpunt we dit bekijken. Vanuit het standpunt van de aankoper moet hij erbij stilstaan dat hij een verschuiving krijgt van een CAPEX-model, waar een asset moet geactiveerd en afgeschreven worden op de balans, naar een OPEX-model, waarbij de asset als een kost zal opgenomen worden in de resultatenrekening. Dat heeft dus begrijpelijkerwijs financiële en boekhoudkundige implicaties. En men moet daar op voorhand over nadenken. Vanuit leverancierstandpunt is het zo dat ze heel goed moeten nadenken over de verschillende deelcomponenten die in de service worden opgenomen. Men moet goed nagaan of men alle elementen op elkaar kan afstemmen, zodat een vlotte service kan gegarandeerd en geleverd worden aan de eindklant. De pluspunten van de integratie van een as-a-service model zijn bekeken vanuit de zijde van de aankoper, zijn dat zij geconfronteerd worden met een gespreide betaling, hetgeen drempelverlagend werkt. Technologische innovatie. Bij een aankoop heeft men een asset aangekocht en is men niet snel geneigd om technologisch mee te evolueren. Daar waar dat, als je dat in een huurformule ziet, dat veel sneller kan gebeuren.
Een klein financieel, maar toch belangrijk punt is dat de B2 niet meer voorgefinancierd dient te worden, maar die zal meegespreid worden met de maandelijkse of trimestriële betalingen. Misschien nog het allerbelangrijkste, de aankoper wordt volledig ontzorgd. Het bedrijf dat de aankoop doet, wordt volledig ontzorgd. Vanuit leverancierszijde is het zo dat zij drempelverlagend werken naar hun eindklant toe, uiteraard. Zij een totaalpakket leveren waarbij de klant die volledige ontzorging krijgt. Daarnaast is het ook zo dat zij competitiever op de markt staan ten opzichte van collega's die dat eventueel niet doorvoeren. Zij registreren ook een recurrente bedrijfsstroom. Ze hebben dus zicht op de inkomstenstromen die er gaan zijn doordat men contracten voor langere termijn afsluit en men creëert bij gevolg dus een lange termijn relatie met de eindklant.